Chrome is de afgelopen jaren enorm gegroeid en ook het gebruik in de zakelijke context stijgt. En dat is niet zonder reden. Wist je dat Chrome OS in 2020 macOS heeft ingehaald en nu op plek 2 staat van wereldwijd het meest gebruikte besturingssysteem? In deze video gaan we in op een paar van de voordelen van Chrome Enterprise in grote organisaties. Chrome Enterprise Upgrade is een losse licentie die je nodig hebt om features te unlocken die speciaal ontworpen zijn voor het gebruik in grote organisaties. Het werkt als een soort boost voor de toch al krachtige drie-eenheid: Chromebook, Chrome Browser en Chrome OS. Meer dan ooit werken we vanaf verschillende plaatsen: thuis, op kantoor, op locatie, onderweg. Mooi gezegd, we hebben inmiddels een distributed workforce. Die veranderingen vragen ook om wijzigingen in je IT. Als grote organisatie wil je dat overal veilig kan blijven werken, met een oplossing die schaalbaar is. Chrome Enterprise stelt jou als IT-beheerder in staat om dat op een veilige en makkelijke manier te regelen. Zo zijn Chromebooks erg flexibel en om makkelijk op afstand te onboarden. Met Zero Touch Enrollment kun je zelfs gebruiksklare Chromebooks bij je collega's afleveren. Een groot voordeel is dat je honderden Chrome-policies kunt pushen naar apparaten, maar ook bijvoorbeeld naar de Managed Chrome Browser. Check de link onder in beeld om onze video te kijken waarin ik alles uitleg over Chrome policies. Voor mij staat de nieuwste Acer Chromebook, de Spin 513. Dat is een krachtige, maar lichte convertible. Soms hebben mensen nog het idee dat de Chromebooks slechte specs hebben of dat ze vooral in het onderwijs tot hun recht komen. Niets is minder waar. Chromebooks zijn er in veel soorten en maten. Acer maakt ook Chromebooks in het topsegment, die juist heel geschikt zijn voor het zakelijk gebruik. Deze Acer Spin 513 heeft een batterijduur tot 13,5 uur en uitgerust met een krachtige Qualcomm Snapdragon 7C processor. Vaak vragen klanten aan mij, bestaan er ook Chromebooks met een LTE-functie, dus met een mobiel netwerk. Acer voorziet in die behoefte met verschillende LTE-Chromebooks. Je plaatst de simkaart in het simkaartslot van de Spin 513 en je kunt probleemloos gebruik maken van het 4G-netwerk. Op deze manier kun je werkelijk overal veilig werken in de cloud, zelfs zonder wifi-verbinding. Je vloot van Chrome devices kan je makkelijk op afstand beheren. Dat kan je als IT-beheerder serieus tijd schelen. Klanten van Nexnovate hebben aangegeven dat ze voorheen ongeveer een uur nodig hadden om één Windows-laptop te onboorden. Dat lukt ze nu in 5 minuten, dankzij Chrome. Reken maar uit hoeveel tijd dat scheelt. Zeker als jouw organisatie snel groeit of als je verouderde IT aan het upgraden bent. Ook na de onboarding bespaar je een hoop tijd vanwege de uitgebreide beheersfuncties van Chrome Enterprise Upgrade. Daarnaast bespaar je door de productiviteitswinst die je kan behalen met Chrome. Chromebooks starten gelijk op, zijn altijd up-to-date en je kunt snel op een ander device verder werken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is inloggen en zelfs je browservensters staan weer open waar je gebleven was. Maar dan op een andere Chromebook. We laten je graag kennis maken met Acer Chromebooks, bijvoorbeeld met onze Proof of Value. Wij voorzien jouw team met Chromebooks en helpen je met de eerste stappen op weg. Daarna mag je ze in alle rust en tijd jezelf testen. Laat het ons zeker weten als je dit wil. Tot ziens!